Hier. Ja. Woo! Wow, wat een enge ride. Wow. Ja, alles komt in orde. Hola. Oh, ja, fuck. Ik zit nu alvast. Yo mensen van EagleTubers en welkom in Crevenger om een verandering te treffen, inderdaad. Sure. In een andere server. Mm-hmm. Ja. En we horen ook een mooie muziek op achtergrond. Niet op onze server. Klopt. En zoals je ziet, het is het kerstevent van het jaar. Klopt. En we gaan nog wel eens een keer een andere aflevering maken, dat we de rest van de attracties doen, die er altijd open zijn. Maar we zijn hier vandaag voor de kerstattracties. Klopt. En we gaan eerst naar boven met de skilift. Ja. Let's go. Zoals jullie zien hebben we allebei veel dat we zeggen dat we allerlei leuke dingen kunnen doen. Heel nice. Oké, we gaan wachten op de volgende lift. Dat we samen kunnen. Ja. Heel leuk systeem met een skilift. Ja. Bam, ik zit erin. Jens heeft pas enkele seconden VIP. Dat is allemaal nodig gebracht daarnet. Ja. Dus nu kunnen we rondvliegen en allemaal dingen laten zien aan jullie. Ook is het, wel mogen we natuurlijk de nieuwste dingen niet laten zien aan jullie die nog in bouw zijn. Mm-hmm. Wel andere dingen kunnen we wel laten zien, maar dat doen we binnenkort. Ook ja. Komt er binnenkort een nieuwe servervideo van ons aan, want ik zag in de reactie dat er iemand naar vroeg. Ja, sorry hè, maar ja, het zal ook niet voor direct zijn, nog altijd niet. Want er zijn nog altijd dingen die gefixt moeten worden voor de volgende aflevering. Inderdaad. Twee attracties die nog geautomatiseerd moeten worden. En het is nu vakantie, dus nu hebben we meer tijd voor alles. Klopt. Dus dat ga je allemaal in orde komen. En voor de mensen die het al willen weten, binnen een paar weken, de 3e januari, volgens mij dan de 4e januari, komt er een video online van de Winter Efteling. Want ik ga er naartoe. Zo, we zijn boven. Ik heb al 19 keer deze lift gebruikt, dus... We gaan beginnen met het eerste wat hier staat, dat is de Slee Race. Er is al één met de joints, we kunnen die joinen. Vanaf 3 mensen kan dat normaal, ja. Oké, over 20 seconden gaan we dan naar de dinges. Ik heb al een keer gewonnen en je krijgt die Adventure Coins van. Ja. Ik ben hier niet goed in racen, want ja, het zijn vervelende... De computer waar ik op bezig ben, die heb ik nog maar van gisterenavond, dus ik weet nog niet... Of het hetzelfde is als lopen. Wacht eens even checken. Oké, Jens, we zijn klaar. We zijn hier samen met een andere VIP. Oké, we zijn begonnen. Ah nee, nog niet. 5, 4. Ik ga winnen, hoop ik. Jullie gaan mijn scherm zien, dus alles komt in orde. Hola. Oh, fuck. Ik zit nu al vast. Ik ben op de eerste plek. Ik hoop dat ik win, dan krijg ik nog Avenger Coins. Ik ben al eens een keer gewonnen en 1 keer tweede geworden bij de race. Voor mij is het wel een beetje moeilijk, ook al heb ik nu wel een betere computer. Het lijkt nog altijd een bekje, dus... Oh fuck, ik had even vastgezeten. Ja, ik... Ja, dit gaat me niet lukken. We hebben daarnet... We hebben deze dingen hier. We hebben allemaal verschillende, ja, ik ben eerste geworden. Ik krijg hiervoor ook wat Avenger Coins. Ik moet even wachten. Ja, ik ga niet finishen, joh. Ze hebben dus eigenlijk speciale dingen gemaakt hier. Allemaal te maken met kerst. En elke keer als je beneden bent, moet je terug naar boven. Dus nu moet je terug de lift in. Als het goed is, gaan we dat eruit knippen, anders duurt het een beetje lang. Dat hangt eruit vanaf, hè. Of het eruit knippen of niet, Jens edit het dus. Ik wacht even, nog 20 seconden. Dat ding gaat echt slecht. Terwijl kan ik jullie laten zien aan jullie wat er allemaal nieuw is bij kerst. Deze snowtube is nieuw. De Santa Claus sleigh. En de, ja, wat het ook is, een dark ride. Heel leuk dus. En een ski lift natuurlijk. Ja, ik ben gewonnen en ik krijg hiervoor 10 Venture Coins. Ja, ik zou niet. Dan hebben we DNF. Ja, het ging niet. Ik had een beetje te veel like om te sturen. Dus ja, ging niet. Bon, we zijn terug beneden. Moeten we terug naar boven, zeker? Ja, nu moeten we terug naar boven, dus.
Ik werp gewoon naar die lift, dat is gemakkelijker. Je kunt altijd de voet naar boven. Ja, we gaan deze lift nu niet filmen, dus we zien jullie bij de volgende attractie. Oké, mensen, we zijn aangekomen bij de tweede attractie hier. Dat is een snow tubing, oftewel een transport naar beneden. Een grote band, jullie kennen het wel. Die normaal in de waterattracties zijn. Ja, zoiets staat bijvoorbeeld in de Winter Efteling. En het is gewoon een sneeuwglijbaan. Dat ja, op sneeuw moet rijden. Ziet er heel leuk uit. Mooi gedaan, oké, Avenger. Ja. Woo! En ja, jullie kunnen het goed raden, we moeten terug naar boven. Dus, tot bij de volgende attractie. Ja. Oké, mensen. Wars is gejoined. Dus dat wil zeggen, en nog iemand die wil zeggen dat we de sneeuw ijsberen race gaan doen. Het is een moeilijke race. Ja, sowieso ga ik weer niet. Deze race is heel moeilijk. Oh ja, we zitten op een ijsberg. Klopt. We zijn met enkele maten hier. Queenvice en Warschuiter, toen jullie willen komen helpen. Wow! Holy crap. Ik ben hier namelijk niet zo goed in deze race. Ik heb hem eerder gedaan en hij is moeilijker dan die andere. Maar ik ben op dit moment eerste, dus ik ben al blij. Ja, ik zie niet waar ik naartoe ga. Ik kan niet vergeten in mijn eigen video, weet je nog eens? Ja. In mijn oud kanaal, mensen, Jilf. De trouwkijkers kennen dat wel. Daar zei ik al echt grappig, in. Echt grappige video's in die ene video, jongen. Oh, fuck. Ja. Makkelijke zin met gastjes, hè. En je ziet hier ook een stukje kasteel. Vind ik ook toch wel makkelijker als deze twee races. Deze is de moeilijkste van allemaal. En ik heb het gevoel dat ik eerst ga aankomen. Ja. Ja, dat is ook een beetje niet eerlijk, want ik zie bekend, ik zit het park laat slecht in. Heeft Stef ook al zo'n zitte computer of wat? Ja, dat is toch al 2 jaar oud, hè. Je moet alle andere dingen verwijderen. De helft van de waarde is eraf. Ja, doe al die andere dingen eraf. Weg, hè. Die kerel heeft alles eraf afgesmeten. Dus ik opnieuw moet beginnen. Oké, mensen. Ik ben... Oh, het zijn 2 laps! Ik moet nog een. Je gaat mij tegenkomen, zeker. Ah, je staat hier gewoon. Zet jij dat? Ja, hallo. Hij gaat kleren aan. Ik heb een vrouwenskin, hè. Oh, mensen, ik dacht even dat ik gewonnen was. Ja, ik ga niet voets doen. Het park laat niet in, ik zie niet waar ik naartoe moet. Ja, jammer dit Jens, maar gelukkig is Jonas nog in de huis. Fuck, ik zit vast. Ach joh, het is alleen maar voor de race, voor de rest gaat het wel goed. Inderdaad, Jens heeft dus de computer van zijn broer overgekregen, want die van hem ging niet zo goed meer. Dat was al heerlijk oud. Ja, helemaal. En als die van zijn broer kapot is, gaat hij waarschijnlijk een nieuwe kopen. Hopelijk. Want, ja, dan kan ik niet anders dan een nieuwe kopen. En dan gaat alles heel soepel, hey. Waar staat hier gewoon stil? Maar deze computer kan nog wel 2 jaar mee, dan ben ik 18, dus dan kan ik doen met mijn leven ook wil, jongen. Koop ik gewoon een nieuw. Ik kan nu ook al eentje. Niemand had u tegen. Jawel. Is bekend gedaan met die race. Ah, nog 26 seconden. Oh fuck, ik wil echt niet nu nog ingehaald worden. Ik wil Venture Coins verdienen, mensen. Jullie snappen het misschien. Venture Coins zijn leuk. Ook heb ik een burgerauto gekocht met echt geld, 7,50 euro. Maar ik krijg toch ook Venture Coins ook al. Ja, 2 per minuut. Ja, gewoon. Ik krijg gewoon 5 achievement earned omdat het mijn eerste keer is. Ik hoop dat ik nog steeds eerst sta en yes. Ik ben eerst in finish, dat wil zeggen. Ja, ik ben eerst in finish, dat wil zeggen. Ik ben DNF alweer. En raad eens, mensen. Nogmaals omhoog. Dit wil zeggen dat ik weer 10 Venture Coins heb gekregen. Hier hebben we trouwens nog een leuke put, een fishing well. Een wishing well, dat wil zeggen dat we. Nou, wensput. Er giet er nog 1 attractie over, welke is dat?
Nee, meerdere. Ah, Fly On A Sledge nog twee. Over The Mountain. Santa Claus Like. Ah ja, welke is het tweede dan? Ja, de Dark Ride. Oké, okay, mensen. Ah. We gaan nu naar de volgende attractie. En dat is de Santa Claus Sleigh Ride. Jens is hier ook ergens. Jens? Gelieven te komen. Ja. Naar de Sleigh... Ja, ik ben naar boven aan het gaan. Huh? Ah, waar beneden nog wat? Ik zit in de zijtelucht. Ah, ja, waar beneden? Ik was boven direct. Ja, we knippen tot Jens er is. Oké, okay, mensen, we zijn hier terug. En we gaan de Santa Claus Sleigh Ride doen. Een leuke attractie. Ja, ga ik ook weer 5 Venture Coins extra krijgen. Ah, is dat ie? Aan het desk. De slee komt hier rap aangevlogen zometeen. Daar is hij. Jups. Bam, ik zal er maar in stappen. Is dat 1 per slee? Ja. Ja. Mooi muziekje erbij. There we go. Wow, wat een enge ride. Wow. Oké, okay, het is wel een van de enigste die dat niet echt kan. Dat kan niet echt. Tenzij het een simulator is. Merry Christmas, mensen! Ja, dat houden we voor de outro. Mooi. We gaan over het mooie dorpje hier. Ik ben echt onder de indruk hoe dat ze dit maken, want ja, normaal staat hier gewoon een plein, een park, met een meer. Ik weet dat niet eens meer. Ja, met Halloween hetzelfde dan, maar bouwen ze hier ook iets. Heel nice attractie. Wel een lange. En nu gaan we terug aankomen op locatie. En voilà. Dit was het. Ja, dan ik ook bekam. Ik heb al 11 keer deze ride gedaan. Maar Wars, hier op het bord, al 1755 keer. Dat is een record waard. Oeh. En zijn er nog iets? Ja. Ja, zijn boven. Oké, nu laat ik even zien wat ik heb gekocht over de tijd voor 7,50 euro. Een aanrader. Namelijk. Kom erin, Jens. Ja, ik kom erbij zitten. Dit hier is dus de Hamburger Ride. En op die manier gaan we naar de volgende attractie toe. Ik rijd er even heen. Weet hem staan. Ja, ja, ik heb dit al gedaan. Hier. Ja, of niet? We zijn aankomen met de volgende attractie, de Dark Ride. Let's go! Een heel realistische ingang, maar het is heel lang aanschuiven. En een shout-out naar alle mensen die online zijn hier op de lijst. Vandaag heb ik mijn laatste examens gehad, dus dat is goed nieuws. Tijd voor vakantie. Ja. Ja, en ik heb geen examens gehad. Yo. Ja. Even tussendoor. Geluk, vogel. Hoe dan ook. Ja, dat is heel nice, geen examens. Het was heel rustig in de stad, want bijna niemand op school buiten bij. Oké, okay, we zijn aangekomen. Het is een dark ride, een simpele dark ride. Amai zeg jongen, hoe lang is dat nog jongen? Een lange wachtrij. Oké, okay, die muziek is heel vreemd, wel, maar ja. Oké, okay, we komen in de Amazing Clock Factory. Aha, amai, eindelijk, ik ben er. Amai, dat is nog een attractie dat we voor echte rails rijden, of wat? Ja. Met een sleetje op de rails. En dan komen we in de Frozen Valley. We zien hier de heads die wij in onze server gebruiken als bier. Ik weet niet wat ze hier voorstellen. Ja, ook bier, hè. Het is een brewery. Een brouwerij, denk ik, hè. Toen deze ding opende, was er echt heel veel volk online trouwens. Altijd zo in deze server. Ja, dat is altijd. Zal ik eens iets zeggen? Toen Indiana Jones Adventure opende, toen was ik bij de opening.
En ik heb een kwartier moeten wachten op mijn karretje omdat er zoveel volk was. Klopt. Heel veel volk. Ja. Goed. Geen idee wat ik dit moet voorstellen. Ja, heel raar iets. Ja, een beetje carnavalfestival. Ja, dat was het al, denk ik. Ja, daar gaat hij, ja, dan zien we. Oké. Mensen, als jullie goed willen kopen op deze server, het kan. Heb ik mijn ballon nog eigenlijk? Ja, waarschijnlijk wel. 10% korting, mensen. Als jullie de code gebruiken, doe je deze code. Ah, mensen, hebben jullie al gezien? Ik heb een... Wat? Een kostuum. Ah, een astronaut. Ja, als een astronautkostuum. Oké, dat was het. Gelukkig dat je van die stomme muziek af bent, want... Oké, er is een karretje tussen, want ik zit daarachter. We hebben ook nog een shop natuurlijk voor kerstitems. We hebben een meet and greet Santa Claus. Die kan Jens even doen voor een achievement. Oké, ik hoor geen muziek nu. Ah, nu wel. Ha. Ben je er bij Kanaat? Ja, ik ben er. Mooi, kom maar. Oh, het is een achievement gekregen, de Eagle Tuber. Ja. Kom hierin. Meet Santa Claus. Op de volle met Santa Claus, Jens. Ja. Heel mooi, Jens. Moet ik hierop gaan staan of wat? Ja. Naar buiten gaan, hè. Naar buiten gaan. Ah, krijg je een achievement. Ah, ja. Ja, dat moet niet, denk niet dat er bij alles is. Bon, ik ga eens een keer kijken of ik een ballon heb. Ah, hier. We hebben nog een sneeuwballengevecht. Toevallig... Jens, kom met sneeuwballengevecht. Ik heb toevallig... Sneeuwballen. Hier beneden, bij de skilift. Boven, hè. Ik heb toevallig verleden kerstmis ook een ballon gekocht. Kijk eens, een mooi cadeautje. Hier heb ik verleden kerstmis gekocht. Ah, jeba. Ik ben een beetje aan het sparen voor als er iets nice uitkomt. Maar we gaan even kijken... Of we... Hier is het sneeuwballengevecht. Ik wil dat nog wel even doen. Mensen, we zijn aangekomen bij Snowfight. Ja hoor. Dit hadden jullie verwacht, hè. We hebben de sprongelijke Snowfight geactiveerd. Ik zit in een team met deze broer. En wij gaan tegen Pensje vechten. Het wordt een leuke fight. We gaan eens afmaken, dat is ook duidelijk, hè. Ik en deze random boy... Wij gaan Jentje neerhalen. Ja, weg. Waarom de fuck heb ik nog mijn ballon vast, man? Ja, dat is een aparte video, dit, hè. Nee. Loser. Ah, nee. Ja! Oké, ik ben afgemaakt door die loser. Mensen, we zijn nog steeds bezig hier in onze leuke video, inderdaad. Waarom heb ik mijn fucking ballonnen vast, jongen? Ah, ik ben weer afgemaakt. Waar zit jij, jongen? Stop met campen, jongen. Ik, hè? Ja, jongen, je moet stoppen met te verschuilen, loser. Ja, jongen. We maken nu kapot. Dat is jammer, Jensje. Je wordt afgemaakt door Jelef. Ik bedoel, ah, jij zet dan. Ja, ja. Hij is afgemaakt. Onze lelijk YouTuber. Ja, zeg maar één keer, hè.
Aha. Ah. Jij kunt me toch niet afmaken. Maar jongen, waarom heb ik die fucking ballon vast, jongen? Wat een cijfer, jongen. Pak die bal vast, jongen. Ja, die heb ik vast, jongen. Dag, Jentje! Yeah! Mensen, ik heb jullie weer neergehaald. Fantastisch. Net nu ik mijn ballon weg heb gedaan, kan ik perfect schieten en dan... Yeah! Oh, Benji heeft mij neergehaald. Anneke, we hebben elkaar neergehaald. We hebben elkaar neergehaald. Ik ben waar! Ah! Oh, ik ben neergehaald door Wars, mensen. Oh my god, je bent aan die kant verlezen. Jeentje! Ik hoop wel duidelijk dat je neerhaalt. Graag voor. Ja, Jeentje. Ja, ja! Mensen, ik heb Pens weer neergehaald. Oké, okay, nice members. Ah, Jensje wil lopen. Oké, ja! Red Team wins en jullie dus. Of we niet? Dus ik verkies ervoor om naar beneden te gaan met ons transportmiddel. Dan gaan we het rapst beneden met deze mooie... Wat? Snowtube. Inzappen! Ja, helaas kan ik geen ballon pakken nu. Op naar beneden. En voilà mensen. Dit was een video voor vandaag. Merry Christmas allemaal. Ja. Like en subscribe. Ja, we wensen u een prettig kerstfeest. En natuurlijk niet te vergeten. Een heel gelukkig nieuwjaar. Want dat komt er ook aan. Inderdaad mensen, tot de volgende keer. Later! Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.